Jean-Marie de Dekker tegen Anouna de Wever. Tine van der Straten ligt. Neuhaus CEO Injas van Doorslagen noemt België onbestuurbaar. En voormalige topspeler en toptrainer George Lekens was onze gast deze week. Mijn naam is Stijn de Rudder en welkom bij een nieuwe aflevering van Bal Erop. Jean-Marie de Dekker bijt van zich af na de uithaal van klimaatactiviste Anouna de Wever aan zijn adres in haar afscheidsinterview met Het Laatste Nieuws. In een gesprek met journalist Anton Schelfout pareert hij de kritiek van de Wever die hem verwijt de klimaatverandering te minimaliseren. De burgemeester van Middelkerken laat de kritiek niet aan zijn hart komen. U hoort Jean-Marie de Dekker. Ik vind dat wij een prachtige zomer hebben. Iedereen is hier tevreden. Er zijn 5 miljoen toeristen naar de kust gekomen van een pak naar hier. Alle mensen van de horeca zijn tevreden met dergelijk weer. Iedereen op het strand is tevreden, de zonneknoppers zijn tevreden. En ik vind het heel hypocriet om altijd maar die alarmtoestanden aan te kondigen, terwijl dat we een prachtige zomer hebben. Een van de mooiste uit mijn leven, samen met 1976 en 2003. En dat is juist wat ik gezegd heb. En ik ben die apocalyps van de warmte, klimaatopwarming en de zonvloed beu. Verder benadrukt de Dekker, die zichzelf een klimaatrealist noemt, dat de klimaatverandering geen probleem is. Opnieuw Jean-Marie de Dekker aan het woord. Ja, met klimaatverandering is geen probleem. Het klimaat verandert al een miljoen jaren. Ik heb erover geschreven als ik hier... Ik woon hier in Middelkerken. In Middelkerken is in 1334, dat was hier het Schiereiland, is hier overstroomd geweest met de Sint-Clemensvloed. Ik ben van 1953 zijn er doden gevallen in Oostende en in Nederland. Ik heb in 1975, het jaar voor de hete zomer van 1976, was er onder wetenschappers, consensus over de global cooling. Het stond zelfs op, men schreef er brieven over naar Nixon. Het stond zelfs op de cover van Newsweek. En een jaar later hadden we de warmste zomer van de eeuw. Klimaatveranderingen zijn van altijd. Ja. Maar het is religie geworden, hè. En natuurlijk, Anouna de Wever, de hoge priesteres van onze klimaatreligie, wordt tegengesproken. En dan maar op de vlucht gaan, hè. Tot slot heeft de Dekker nog een boodschap voor Anouna de Wever. Ik wens haar een gelukkig leven toe, echt waar. Oké. Maar ook vroeg of laat tot inzicht te komen of tot inkeer te komen. Het is zoals met linkszin, hè. Als je niet links bent op je 20ste, heb je geen hart. Als je nog bent op je 40ste, heb je geen verstand. Ik denk dat dat met het klimaatreligie dezelfde weg opgaat. In september, school gaat weer van start. Krijgen we elke dag dikke truiendag op de scholen. Opiniemaker Jurgen Seder met zijn analyse. Het nieuwe schooljaar is begonnen en de scholen maken zich zorgen. De meesten verwachten een verdubbeling van de verwarmingskosten en zijn nu al van plan om de thermostaat lager te zetten en ook op andere budgetten te besparen, zoals didactisch materieel of uitstapjes. De hoge energieprijzen zullen hopelijk tijdelijk zijn. Maar dat is niet het geval voor een ander probleem, het lerarentekort. Het lijkt erop dat er nu, dit jaar, nog meer niet ingevulde plaatsen zullen zijn als vorig jaar. Om dat te verhelpen, regent het nu ideetjes, zoals flexijobs, grotere klassen of zelfs lessen op woensdagnamiddag. En die ideetjes hebben één ding gemeen. Ze denken een oplossing te kunnen aanbieden zonder eerst een behoorlijke diagnose te stellen van de redenen waarom minder mensen voor het beroep van leraar kiezen en vooral waarom diegenen die er toch voor kiezen snel weer afhaken. Men negeert vooral de olifant in de kamer. Vele scholen hebben helemaal geen lerarentekort en moeten sollicitanten zelfs afwijzen. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld zijn er momenteel dubbel zoveel leraars die een job zoeken als er beschikbare plaatsen zijn. En de reactie daarop van het kabinet Weitz is dat er inderdaad, en ik citeer, regionale verschillen zijn. Regionale verschillen zijn een eufemisme voor verschillen in etnische samenstelling. Het zijn de concentratiescholen in de steden die geen leraars vinden. Uit een Nederlandse studie bleek trouwens ook al dat er een rechtstreekse correlatie bestaat tussen de etnische diversiteit van de schoolpopulatie en het gebrek aan kandidaatleraars. Er zijn uiteraard ook andere redenen waarom het beroep momenteel minder mensen aantrekt. Maar als men de cruciale factor negeert, zullen alle pogingen tot oplossing naast het doel schieten. De
De energiecrisis is het gevolg van heel wat blunders. Wie daarvoor verantwoordelijk is, hoort u van chef politiek Pieter van Berkel. De huidige energiecrisis is in grote mate een gevolg van groene en linksliberale blunders. Europese beleidsmakers hebben bijvoorbeeld uit blind dogmatisme elke vorm van energieonafhankelijkheid gefnuikt. Ze werden voor gas afhankelijk van een agressief, autoritair en vijandig regime. Bovendien hielpen ze zo de oorlogskas van dat regime te vullen. Nochtans werd daarvoor ruimschoots van tevoren gewaarschuwd, in 2018 door Donald Trump bijvoorbeeld, maar het zal aan de boodschapper gelegen hebben. Ook de Belgische beleidsmakers gaan niet vrij uit. De Groenen zouden het liefst van al nog altijd doorzetten met de kernuitstap, maar ook de Liberalen, die bijna evenveel bochten over de kernuitstap hebben gemaakt als dat ze graaiers in hun midden tellen, hebben boter op het hoofd. Stel u immers voor dat de oorlog in Oekraïne enkele jaren later was losgebarsten, als de kernuitstap reeds voltooid was en men in nog grotere mate afhankelijk was van gascentrales. Men hoeft daar geen tekening bij te maken. Op sociale media staat het vol van verontwaardigde reacties na de passage van minister van Energie Tine van der Straeten in Ter Zake eerder deze week. U hoort journalist Anton Schelfhout met het verslag. Minister van Energie Tine van der Straeten was maandagavond te gast in Ter Zake. Daar liet ze haar licht schijnen over de stijgende energieprijzen en de maatregelen die het overlegcomité kan nemen om de energiecrisis te bezweren. Een van de maatregelen die op tafel lag was een verlenging van de levensduur van Doel 3 en Tihange 2, maar daar lijkt Van der Straeten niet meteen voor gewonnen. De minister klopte zichzelf wel op de borst dat zij de initiatiefnemer was van de verlenging van de levensduur van de twee jongste kerncentrales. Die uitspraak deed heel wat stof opwaaien op sociale media. Onder meer Isabel Albers, hoofdredactrice van De Tijd en Leggo, heeft het over een verdraaiing van de werkelijkheid. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher noemde de uitspraken van Van der Straeten dan weer onuitstaanbaar. Op wiens vraag gebeurde wat precies, vraagt ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zich af. De federale regering wil in september een reeks concrete beslissingen nemen rond de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3, om dan voor het einde van het jaar een definitief akkoord te sluiten met Engie. Hoe de regering dat wil realiseren, vertelt journalist Wannes Neukermans. Om die levensduurverlenging te realiseren, zal er een nieuwe noodschap, namelijk een Special Purpose Vehicle, het levenslicht zien. Daarvan zullen Engie en de federale overheid elk voor de helft aandeelhouder zijn. De overheid zou, als de onderhandelingen naar wens van Van der Straeten en De Croo verlopen, geen exploitant worden van de kerncentrales. De kosten van de ontmanteling, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn dus voor de rekening van Engie. Daar bestaat echter nog twijfel over, zowel bij oppositie als bij coalitiepartners. De voornaamste conclusie is dat de echte onderhandelingen nog steeds niet begonnen zijn, geeft Kamerlid Bert Wollands aan als eerste reactie. De federale regering heeft er alles aan gedaan om het debat voor zich uit te duwen en komt nu in tijdsnood om alsnog de kerncentrales te verlengen. Minister Van der Straeten gaf eigenhandig alle troeven uit handen, besluit de energie-expert van de N-VA. Als een bedrijf zou worden gerund zoals dit land, dan gaat het ten onder. Tot die harde conclusie kwam Neuhaus-CEO Injas van Doorselare deze week in de afspraak op de VRT. Van Doorselare heeft weinig vertrouwen in de aanpak van de energiecrisis. U hoort Injas van Doorselare. Dit land verdrinkt in zijn instellingen, in het immobilisme, in het niet beslissen, in de politieke ruzies. Als een bedrijf, als een directiecomité en een raad van bestuur op die manier een bedrijf zou runnen, dan werkt niks meer. En dus, men heeft het geluk hier dat men een aandeelhouder, dat heet belastingbetaler, heeft die altijd maar moet bijleggen. En dat is altijd waar men naartoe gaat. Men gaat niet naar de essentie. En dit land, op dit moment, en dat zie je in crisissen beter dan in normale tijden, in een gezin, in een bedrijf en in een land, is niet bestuurbaar. Het wordt niet bestuurd door zijn structuren. Het is te complex. Minister van Energie Tine van der Straeten ligt erop los en de mainstream media weigeren fake news van Van der Straeten en van haar partij Groen aan te pakken. Journalist Philip van Lanen met het verslag. In een interview met de VRT gebruikte federaal minister van Energie Tine van der Straeten afgelopen weekend het woord scheurtjescentrale om de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 aan te duiden.
Nochtans zijn er helemaal geen scheurtjes in die twee centrales. 10 jaar geleden was er enige commotie toen er onregelmatigheden ontdekt werden in bepaalde delen van de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2. Die onregelmatigheden werden aanvankelijk in de pers als scheurtjes omschreven, maar uiteindelijk bleek het om waterstoflokken te gaan die stabiel zijn en geen enkel gevaar vormen. De reden waarom die pas in 2012 ontdekt werden en niet eerder, is eenvoudig. Toen werd voor het eerst een nieuw meetoestel gebruikt dat meer gedetailleerde resultaten produceert. Het is dus volkomen fout om die twee kerncentrales 10 jaar later nog steeds als scheurtjescentrales te omschrijven. Wanneer Tine van der Straten dat toch doet, is ze ofwel volkomen incompetent, ofwel te kwader trouw en verspreidt ze eigenlijk fake news om de bevolking angst aan te jagen. Hoe komt het dat minister van der Straten daarop niet aangesproken wordt door de pers? Het is inderdaad opmerkelijk dat de media zo'n uitspraak gewoon laten passeren en haar daar niet op aanspreken. Politici van N-VA en Vlaams Belang krijgen vaak veel meer het vuur aan de schenen gelegd omwille van uitspraken die feitelijk waar zijn. Voor een deel is het wel zo dat journalisten misschien niet beter weten, maar het is toch ook geen geheim dat Groen op veel krediet kan rekenen bij de media en dat die media de mythes en de fouten van die partij dus ook niet willen doorprikken. Neem nu de kost van de energieproductie. Bij kernenergie wijst men er graag op dat ook de ontmanteling van de centrales en de verwerking van het afval in de prijs meegerekend moet worden. Overigens terecht. Maar over de kost van de bouw van extra stroomleidingen voor het transport van wind- of zonne-energie, zoals nu in West-Vlaanderen, zwijgt men gewoonlijk. Ook over het feit dat je voor een betrouwbare en stabiele energievoorziening eigenlijk niet meer dan pakweg 20% variabele hernieuwbare energie kan toelaten en dat we in België stilaan al aan die limiet zitten, zwijgt men liever. Deze week praten we met George Lekens. Niet alles wat de voormalige topvoetballer en toptrainer vroeger zei tegen de pers was juist. Maar 9% is wel juist. Het hamburgerincident met Eden Hazard herinnert iedereen zich vast nog wel. Die hamburger interesseert me eigenlijk geen reet. Ik ga ook af en toe frieten gaan eten en zo verder. Maar het ging mij vooral over de performance. Lekens was onder andere trainer van Anderlecht en Club Brugge, maar een van zijn mooiste momenten was... Met Cercle bijvoorbeeld eerst die onmiddellijk de beker winnen. Als bondscoach van België dwong hij kwalificatie af voor het WK 98. Tegen Ierland thuis winnen, dat de koning rond de koning zijn hals vloog. Ja, dat wordt snap dan natuurlijk. Natuurlijk hebben we het ook over serieuzere onderwerpen zoals omkoping en corruptie in het voetbal. De huidige kritiek op het WK in Qatar vindt Lekens... Veel te laat. Dan moet je voordien dan beginnen. België maakt nog altijd kans om te winnen dankzij supertalenten als Kevin De Bruyne. We krijgen bijna een orgasme als we zien de bewegingen van De Bruyne. Daar zijn wij voor 90% niet zeker van. Maar het is wel 100% zeker dat het nieuwe Politerken met George Lekens nu beschikbaar is om te lezen op palnieuws.be. Voor velen is de Turkse dubbelzinnige opstelling ten aanzien van het conflict in Oekraïne een bron van ergernis, of op zijn minst van verbazing. Chef buitenland Michael van Damme met zijn analyse. Sinds de oorlog in Oekraïne begon, heeft Turkije een grote dubbelzinnigheid aan de dag gelegd. Enerzijds hebben ze de inval van Rusland veroordeeld, leverden ze ook drones aan Oekraïne die hun efficiëntie op het terrein heel duidelijk bewezen hebben. Erdogan profileert zich ook als de makelaar van een mogelijke oplossing van het conflict. Maar anderzijds onthouden ze zich van economische sancties en moet net een belangrijke economische toenadering vastgesteld worden. Vele Russen vinden hun weg naar de Turkse markt, richten er bedrijven op en profileren zich ook op de vastgoedmarkt. Wat, dit gezegd zijnde, een voordeel heeft, want vanaf een investering van $400.000 verwerft men ook de Turkse nationaliteit. Nu ergert men zich in het Westen aan die Turkse koers, alleen kan er weinig tegen worden ingebracht. Het land bekleedt nu eenmaal de geopolitieke positie die het heeft. Men wil ook de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO vlot laten verlopen. En dat is net een dossier waar Ankara heel moeilijk zou kunnen ronddoen. En ook op Europees vlak heeft men weinig hefboom aan. Al was het maar dat de Turkse toetreding al jaren morsdood is. Kern is dat er niets anders op zit dan nog een tijdje de Turkse lijn de facto te aanvaarden. Als reactie op de Russische inval in Oekraïne sloten er heel wat westerse bedrijven de deuren in Rusland en legden ze de handel met het land stil. De Franse energiereus Total Energies daarentegen besloot om te blijven. U hoort journalist Karel de Koning met de uitleg.
Toen Rusland Oekraïne binnenviel, besloten heel wat westerse bedrijven om de deuren te sluiten in Rusland. Het is moeilijk te verkopen dat je geld verdient aan een land dat een ander land binnenvalt natuurlijk. Eén bedrijf deed dat niet. De Franse energiereus Total Energies, en dat was sowieso al erg gecontesteerd, maar nu blijkt dat de gevolgen zeer verstrekkend zijn. De NGO Global Witness toonde aan dat Total Energies mee betrokken was in het productieproces van brandstof voor Russische bommenwerpers. Het bedrijf is zo dus mede verantwoordelijk voor de gruwel in Oekraïne. De bombardementen op Kharkov en Mariupol, denk aan het theater waar burgers met kinderen schulden en gebombardeerd werd, gebeurden met Russische jets die vlogen met kerosine die dus mede geproduceerd werd door Total Energies. Het bedrijf heeft lang alles ontkend en doet alsof het niets met het militaire gebruik van de brandstof te maken heeft. Maar weinig mensen geloven dat nog. Ze verkochten nu hun aandeel dat ze hadden in Rusland toevallig nadat het nieuws van hun activiteiten gepubliceerd werd in Le Monde, al zeggen ze dat het al langer gepland was. Maar daarmee is de kous niet af. Wat mogelijk heeft het bedrijf de Europese sancties tegen Rusland overtreden en is er ook aansprakelijkheid voor bedrijven die de regels rond mensenrechten hebben overtreden. De Franse overheid zal de zaak grondig onderzoeken en ook Global Witness zal alles blijven opvolgen. Total Energies moet ook nog een dividend krijgen van 440 miljoen euro van de Russen. Als ze het al zullen krijgen, is het nog maar de vraag wat ze ermee zullen kunnen doen. In de Verenigde Staten was er recent nogal wat ophef over de Rozenkrans. Journaliste Sonja Delmans vertelt hoe dat precies kwam. In de Amerikaanse media is de afgelopen week een heuse rel geweest over, geloof het of niet, de Rozenkrans. De Rozenkrans wordt door Rooms-Katholieken gebruikt, onder andere bij het bidden. Maar er was in The Atlantic, een Amerikaans tijdschrift online, was dan een column van de meneer Pennington die beweerde dat de Rozenkrans nu gebruikt werd door masculine mannen die westerse maatschappij probeerden te verheerlijken. Westerse milities, nou overal probeerde hij het mee te associëren. Dat is hem niet echt goed gelukt. Frappant is namelijk dat juist nadat hij zijn artikel geschreven had tegen die Rozenkrans en tegen de mensen die daar volgens hem dus mee te koop lopen, is de verkoop van de Rozenkrans online enorm gestegen. Er zijn een heleboel reacties gekomen op zijn artikel van gerenommeerde professoren aan verschillende universiteiten, waaronder Princeton University. In ieder geval, een van de professoren heeft daarop gereageerd door te zeggen, men probeert gewoon vanuit een soort vooringenomenheid tegenover het christendom en het katholicisme in het bijzonder, daar altijd een soort theologische verklaring te geven in plaats van dat men gewoon over de opkomst van rechtsextremisme schrijft. Daar moet dan meteen een soort religieus sausje overheen. En weer een andere professor zegt, deze meneer, die Pennington, die dat artikel schrijft, weet niet het verschil tussen daadwerkelijke gevechtsuitrustingen of hoe men dat binnen de kerk als spirituele gevechtsuitrusting bedoelt. En dat is wat de Rozenkrans natuurlijk is. Het zou in principe je moeten beschermen tegen spirituele aanvallen en heeft niets te maken met daadwerkelijk fysiek geweld in de wereld. The Atlantic heeft nog de titel van het artikel proberen te veranderen in de hoop op die manier de storm aan kritiek die ze kregen te doen neerslaan. Maar dat is helaas niet gelukt. Helaas, en dat moet ik er wel bij zeggen, is dit niet voor het eerst. We hebben het ook met de verkiezing van Trump gezien, dat er meteen gekeken wordt wat bijvoorbeeld christelijke stemmers doen en dat er meteen een soort religieus sausje ook in Europese dagbladen, kranten, heb ik dat gezien, overheen gegooid wordt, zonder dat men daadwerkelijk kijkt waar die mensen eigenlijk, ook dus de christelijke Trump-aanhangers in dit geval, vandaan komen. Het is een beetje triest, die haat jegens het christendom en ook dat daar zo'n podium aan gegeven wordt in bepaalde media. De woke-verbastering van onze Nederlandse taal zet zich met rassenschreden verder. Sinds vorige week kan men via de website taaladvies.net adviesteksten over genderbewust taalgebruik lezen. U hoort chef politiek Pieter van Berkel met de uitleg.
Genderbewust taalgebruik, wat is dat eigenlijk? Wel, om de Nederlandse Taalunie te citeren, dat is woordgebruik waarin zowel vrouwen, mannen als non-binaire personen zich kunnen herkennen, waarin niemand uitgesloten wordt en waarin niet één gender of seks dominant is. En om opnieuw de Taalunie te citeren, het gaat over het vermijden van woorden die als discriminerend, denigrerend of vooringenomen kunnen worden ervaren, doordat ze impliceren dat één bepaald gender of één bepaalde sekse de norm is. Steen des aanstoots is onder meer het generiek gebruik van de mannelijke vorm, zoals in de zin iedereen moet doen waar hij goed in is. Als tegenvoorbeelden van genderbewust taalgebruik in de praktijk schuift men eigenlijk twee mogelijkheden naar voren. Die klinken allebei even gekunsteld, dankzij de toevoeging van het genderneutrale woord die. Zo kan men bijvoorbeeld de verschillende genders expliciet zichtbaar maken in de zin. Bijvoorbeeld, iedereen moet doen waar zij, hij of die goed in is. Of men kan gewoon voor het genderneutrale die opteren, zodat alle genders zich kunnen herkennen in de zin. Bijvoorbeeld, iedereen moet doen waar die goed in is. Maar het kan nog gekker. Door bijvoorbeeld voor hen in plaats van die te opteren als genderneutraal alternatief. Zo, dat was het voor deze aflevering van Paul Rob. Uw wekelijkse afspraak op donderdag. Telkens op woensdag verschijnt de nieuwe editie van Politerke op onze website paalnieuws.be, waar u zich ook kan abonneren. En op donderdagmorgen vindt u ons weekblad terug bij de Betere Dagbladhandel. Tot de volgende keer.